Het aantal gewonden bij het busongeluk dinsdagochtend op de Hengelolaan in Den Haag is naar beneden bijgesteld. Volgens de brandweer zijn 11 mensen gewond geraakt. 8 personen, onder wie de chauffeur, zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De andere gewonden hadden onder meer last van kneuzingen en buikpijn, liet de brandweer weten. Volgens een woordvoerder van de HTM kreeg de buschauffeur naar eigen zeggen een black-out. De bus van lijn 25 botste vervolgens tegen een boom op de verkeerde weghelft. De HTM-woordvoerder gaat ervan uit dat die lezing klopt. Want de chauffeur was met zo'n 30 dienstjaren zeker zeer ervaren en kende de bus de lijn goed.